Molen de Valk torent met zijn 29 meter hoog uit boven de stad en wordt jaarlijks door 30.000 toeristen bezocht. Alsjeblieft. Dankjewel. Mag je daar beginnen? Okay. De entree van het museum heeft nu een flinke metamorfose ondergaan. En ook de filmzaal op de eerste etage is flink gemoderniseerd. De nieuwe banken, de projectiewand, nieuw scherm. En aan deze kant vertonen we nu dus de tijdelijke tentoonstelling ter gelegenheid van de heropening over de andere Leidse walmolens. Molen de Valk, gebouwd in 1743, is de enige woonmolen die over is in het centrum van Leiden. Daarnaast is het ook nog eens de enige molen in Nederland waar je de molenaarswoning in originele staat terug kan zien. En daar zijn de huidige molenaars behoorlijk trots op. Alleen daarvoor zou je alles binnen moeten komen. Je stapt zo een eeuw terug in de tijd. Het is echt geweldig. Een originele molenaarswoning, draaiende wieken, prachtig uitzicht en ook best zeldzaam een vrouwelijke molenaar. En toch is maar 8% van de 30.000 bezoekers Leidenaar. Ze moeten zien hoe mooi het hier is. Hoe prachtig uitzicht je hebt over de stad Leiden als je hier op de stelling staat. En ondertussen leer je nog alles over molens ook. Dus wat wil je nog meer? Ik denk dat het zo is dat in je eigen omgeving denk je alles wel te kennen. Als je op vakantie bent, ga je de musea af en ga je alles bekijken. In je eigen omgeving gebeurt dat veel minder. Soms hoor je wel eens van, ik ben al 50 jaar woonachtig in Leiden en ik loop hier altijd wel langs. Ik wist niet dat ik hier naar binnen kom. Dus dat hoop ik dat ze dat nu wel weten dan.